Was Kwik net iets eerder wakker dan jullie? Achteraf, alles in aanmerking genomen, de hele wedstrijd even heel in vogelvlucht terughalen, denk ik wel. Want daar zagen we er echt slecht uit. Dat moment, daar doel je op, denk ik, waarin zij op 1-0 komen. Daar staan wij gewoon slecht uit te verdedigen. En uiteindelijk, als je dan de hele wedstrijd zo ziet, dan denk ik dat twee ploegen zijn die elkaar redelijk in evenwicht houden. Wij eigenlijk ook niet zo heel erg veel in de problemen zijn geweest. Het is ook niet zo dat wij nou een heel aantal kansen hebben gekregen. Maar ja, ik denk dat dat moment voor rust doorslaggevend is geweest. Daarna had het een beetje wat weg van slaapwandelen. Ja, wat bedoel je? Nou, er zat geen tempo in, weinig spektakel. Nou, dat vond ik sowieso. De hele wedstrijd, kijk, zij staan vrij compact. Proberen de as dicht te zetten, dus voor ons lastig om door de as te voetballen. Dus hebben we geprobeerd de eerste helft via de, met name onze rechterkant door te komen. En dan kwamen we ook een aantal keren prima door. Ja, dan moet je geluk hebben dat de bezetting voor de goal goed is en dat het balletje een keer goed valt. En dat had zomaar gekund. Gaan jullie nu met de pest in je lijf terug? Ja, dat doe je altijd. Kijk, als je hier naartoe gaat voor een resultaat en uiteindelijk heb je niks. Dan, ja, dan kan je wel zeggen achteraf, nou, het zijn ploegen die elkaar in evenwicht houden. Maar daar koop je niks voor. Het gaat om de punten. En zeker in de fase van de competitie, net na de winterstop, waarbij wij de puntjes goed kunnen gebruiken. Dan had ik prima kunnen leven uiteindelijk met een gelijkspelletje. En dan is een nederlaag is teleurstellend. Wat verwacht je de komende weken? Hoe liggen de verhoudingen onderin de ranglijst met name? Nou, dat heb je kunnen zien voorafgaand aan de wedstrijd. En dat zal nu niet anders zijn. Ik geloof dat er, ik heb ze niet allemaal op mijn netvlies, maar twee wedstrijden zijn afgelast. Hercules heeft niet gespeeld. Kwik 20 heeft vandaag niet gespeeld. Dus ja, dat zal nog wel een poosje zo blijven. Want in onze competitie blijkt dat iedereen van iedereen kan winnen. Hebben we gisteravond weer gezien met OJC. Die wint van UNA thuis. Dus ik verwacht dat de ploegen onderin ook de nodige punten gaan pakken. Dus dat moet ook voor ons het geval zijn. En dan mikken jullie op direct handhaving of op zijn minst onder z'n twee onderhouden? Nee, wij gaan ervan uit dat we ons direct handhaven. Op voorhand en nu nog steeds.